Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto's kunnen we zien dat Nederland grotendeels geniet van volop zonneschijn. Vanuit het noorden kwamen wat wolkenvelden dichterbij. Die zijn deels over de waddeneilanden getrokken, maar die losten eigenlijk dan al heel snel weer op. Dus ook op de wadden heeft de zon flink geschenen. Vanuit het zuiden kwam ook wat bewolking dichterbij, maar die is niet verder gekomen dan België en misschien nog net het uiterste zuiden van Zeeland. Het gaat daar vooral ...om wat hogere wolkensluis waaruit geen enkele drup regen valt. Ook vanavond kunnen er nog wat wolkensluis over het zuiden drijven. In de meeste delen van het land is het gewoon onbewolkt. Lange tijd blijft het nog warm op veel plaatsen. In het noorden is de temperatuur eigenlijk niet boven de 20 graden gekomen. Daar is het vanavond rond de graad of 17. Vanavond een afwisseling van brede opklaringen en wat hoge wolkensluiers. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 14 tot 15 in het zuiden tot 8 graden in Groningen. En daar zou ook lokale mistbank kunnen ontstaan. Morgen overdag dan lost die mistbank al dan alweer snel op. En voor de rest hebben we geregeld zonneschijn. In het noorden zou wat bewolking weer vanaf zee kunnen binnenrijven. Met name op de Waddeneilanden in het noorden van Friesland en Groningen. In de rest van het land wat stapelwolken die ontstaan en in het zuiden drijven ook hoge wolkensluizen over afkomstig van buien die zich met name boven Frankrijk en België bevinden. Later op de dag zou een enkele regen- of onweersbui mogelijk ook over Limburg of over het zuiden van Brabant kunnen trekken. De maximumtemperatuur loopt morgen uit van 23 graden in het noorden tot lokaal entropische 30 graden in het zuidoosten van het land. En er waait een matige wind uit noordelijke richtingen. Dan de weersverwachting voor de dagen daarna. Op donderdag ook nog wat wolken in het weerbeeld. Middagtemperatuur dan tussen de 22 en 28 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Op vrijdag dan gaat de zon weer veel vaker schijnen. Dan wordt het 23 tot 28 graden. En dat is ook de middagtemperatuur op de zaterdag. De wind is dan gedraaid naar het oosten en is meest matig kracht 3 of 4 en kijken we dan nog wat verder vooruit naar de 15-daagse verwachting... dan zien we dat het gewoon aanhoudend warm zomerweer is. De middagtemperatuur ligt over het algemeen zo rond de 25 of 26 graden. In de loop van de volgende week wordt de weersverwachting wat onzeker. Het zou wat minder warm kunnen worden, maar ook juist warmer... met dan zelfs tropische temperaturen van 30 graden in een flink deel van het land. Maar dat is dus nu nog eventjes afwachten. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat de kans op neerslag... Heel erg klein blijft voorlopig. Pas later volgende week zien we dat de kans op buien geleidelijk aan wat gaat toenemen. Voorlopig houdt de droogte dus aan. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl